Hi mensen. Ik heb eigenlijk nu hoor ik veel een favoriete filmpje te maken of zo. Ik doe dat nu niet omdat het ding is bijna leeg is. Het is nu bijna 2:30. En als goed is krijg ik zo'n pakketje binnen. Jee, dat is awesome. Maar ik kom net terug van de supermarkt en alle shit zit hierin en zo. Dus ik vond het grappig om het aan jullie te laten zien. Dit is het bolletje. Ik had gewoon zin om dit even te doen, want het kan of niet kan. Nou, het toch doe. Haha. Daar kom jij niet overheen. Nee. Als eerst heb ik hier Tumtummetjes gekocht. Wow, merk. Jongens, Tumtum. Tumtummetjes overheersen de wereld. En ja. Ik ben de wereld dus. Nee, echt. Tumtum. Oh, zo heilig. En mama eet die van mij iedere keer op. Want iedere zaterdag zo pak ik altijd Tumtummetjes. Of ben iedere zaterdag. Of in ieder geval, weet je, ik vraag iedere keer mama Tumtummetjes voor mij om meenemen. En zij pakt hem op tikkels. En op Tumtummetjes op. Dus, nu zijn ze van mij. En ze waren 1,39 en dat is duur. Maar normaal zijn ze 1 euro of zo. En dat is ook al duur, vind ik. Nou ja. Boeien. Dus, dat. Ik kwam de winkel in en ik zag fucking oliebollenmix. Waar je alleen water hoeft toe te voegen. Dat is toch awesome. Oh, weer merk. Dit is een spamvideo, jongens. Voor 25 oliebollen. Nou, ik hou van oliebollen. En ik ben verslaafd aan oliebollen. En ik heb dus, daar heb ik geen frituur en zo. Dus ik ga deze oliebollen ga ik zeker maken. Ik heb het hele jaar door zin in oliebollen. Behalve als het oud en nieuw is. Dan heb ik geen zin in oliebollen. Dus. Deze. Dit is cool. Ik heb deze gekocht. En dat is cool. Nu voel ik me hipster. Die waren trouwens 1,15 euro. Dus dat is best goedkoop. En zodra de oliebollen weg zijn, ga ik ze plunderen. Want oliebollen overheerst de wereld. Dat zei ik net ook al. Over Tumtummetjes. Nou. Ik heb thee. Dat is lekker. Ik ben trouwens ook bezig met een tag te maken. En dat is cool. Ik heb koekjes voor school. Ik wist niet wat we nog hadden, maar dit zijn melkbeschuitjes. Het zijn van die Liga dingen. En ik deed voordelig. Ik pakte eigen merk. Ik heb nu dit allemaal eigen merk. Oh, ik ben voordelig. Ik heb niet veel geld. Ik kreeg 5 euro mee van Smam. Maar daar had ik niet genoeg aan. Nee. Die waren 1,29. Yep. Ik ben al zo lang niet meer in die winkel geweest, jongen. En nou, waarvoor ik ging. Boter. Ik had verwacht dat die goedkoper was. Dit is 500 gram, denk ik. Ja, 500 gram staat hier op de achterkant. En normaal gesproken is deze ongeveer 1 euro of zo. En deze was 1,18. Dus dat is best duur. Dus. En de andere hadden ze niet in. De margarine, andere margarine van eigen merk, hadden ze niet in 500 gram. Waarvoor had ik boter nodig? Nou, omdat ik dadelijk cupcakes ga maken, jongens. Ik ga fucking cupcakes maken. Ik hou van cupcakes. En de bus zat ze met het cupcake. En toen zei ik van, ik wil dadelijk een cupcake. Ik ga dadelijk gewoon cupcakes maken. Dus, daarom ging ik cupcakes maken, omdat het kan. Dan heb ik nog 2 dingen gekocht, denk ik. Ja, Edina en supermarkt. Jee. Geen winkel was veilig voor mij. Ik zag dat er fucking actie was van afwasmiddel. En ik hou van afwassen. Dat klinkt raar. Nee, jongens, echt. Ik vind het leuk om af te wassen. Dus, ik heb afwasmiddel gekocht. Die van ons was sowieso bijna op. Maar ik heb afwasmiddel gekocht. Kijk mijn sneeuwman op mijn nagel. Jee. Ik heb afwasmiddel gekocht. Dit is met aloe vera en komkommer. Sowieso, het drijft als een aanbieding 1 euro. En dit ruikt super lekker naar komkommer. Niet al te overheersend. Maar ik vind deze sowieso heel fijn. Deze wat dikkere substantie. Van de supermarkt waar we normaal heen gaan, hebben ze dat ook. Alleen, ik moest nu fietsen, dus ik moest nu dichterbij pakken. Maar vet toch, ik ga afwasmiddelverslaving. Nieuwe afwasverslaving. Dus deze is 1 euro.
Maar ik vind die heel fijn. Die heb ik al een keer eerder gehad. En dan heb ik nog iets gehad. Gekocht. Niet gehad. Ik heb de Cosmo Girl gekocht. Ik vond het weer eens tijd voor een tijdschrift, jongens. Deze was 2,95. Ik vond het weer eens tijd voor een tijdschrift. Ik heb al best wel lang geen tijdschriften meer gelezen en zo. Oeh, hier zit een sampletje in. Van de Christina Aguilera kleur. En die ruikt lekker, dat weet ik. Want die heeft de vriendin op mijn klas. Ja, een meisje in mijn klas. Niet een vriendin, man. Dus. Deze foto is gaaf. Jongens, ik ben blij. Want ik heb de Cosmo Girl. En ik heb afwasmiddel. En ik heb boter, zodat ik cupcakes kan maken. Dat zijn coole dingen. En ik heb tumtummetjes. En ik heb oliebollenmix. En waar ik niet blij mee ben, is dit. Nee, want dit vind ik niet leuk. Ik hou niet van koekjes en zo. Maar ja, ik moest iets meenemen. Dus, dadelijk komt misschien nog wel een unboxing. En nog meer filmpjes en zo. Dus, doei. Bye.